Ik ben Chris van Del en ik ben wedstrijdleider van het CC Tennis en Padel Open. We hebben elk jaar een week 30 en wij organiseren daarbij wedstrijden voor zowel tennis dubbel als single en padel dubbelspel. Ja, fantastisch, fantastisch. Het is ontzettend druk. We hebben weer een record neergezet. Meer deelnemers, zitten op bijna 700 deelnemers. Waarvan iets meer dan de helft tennissers zijn. En iets minder dan de helft zijn dan uiteraard padellers. We hebben 536 wedstrijden te spelen in 9 dagen. Dus dat is echt een hele uitdaging voor ons allemaal. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Het is heel dynamisch. Het is makkelijk in te stappen voor jong en oud. Het zijn snelle punten. Als je een beetje inzicht hebt, je hebt een beetje balgevoel, dan kan je het spel al heel snel spelen. Voor tennis is het wel even wennen, want er zijn nu ruiten bij. Dus een bal die langs jou heen gaat, die komt ook weer terug gewoon in het spel. Dan kan je het punt gewoon spelen. Dus dat is even anders. Maar het zijn snelle punten. En in het hogere niveau worden die punten alleen maar langer. En dan zie je heel veel hoge ballen. Dat is heel leuk voor het publiek, voor de toeschouwers, maar ook voor de spelers zelf. Wat ik net aangaf, er zijn nog iets meer tennissers. Daar zijn we blij mee. Padel is echt in opkomst, dus het is echt een stap omhoog aan het gaan. Voorwaartse beweging, waarbij padel denk ik misschien uiteindelijk het wel over gaat nemen van de tennis. Ja. En we hebben 5 heerlijke mooie padelbanen. Dus 3 seizoenen geleden hadden we nog 2. En nu zitten we op 5, dus dat zegt ook heel veel. Heel graag, heel graag. Alle jeugd is welkom, want de jeugd is de toekomst. Dus daarin moeten we investeren als tennisvereniging, padelvereniging, CC. Want het zijn de leden ook voor later, die ook de vrijwillige taken moeten gaan doen, die ook de commissies moeten gaan vormen en die gewoon het spel leuk en mooi moeten vinden. En die hebben we met elkaar gewoon nodig. Dus de jeugd blijft een beetje achter, dat is spijtig. Maar we doen er alles aan om die jeugd hier naartoe te halen. Met jeugdclinics vanuit de scholen, mijn basisschool. Zulke soort zaken. Ja, dit is de toekomst. En zaten er ook kanjers bij? Ja, allemaal eigenlijk. Eigenlijk waren allemaal. Allemaal goed. Ja, 3 groepjes gehad en dat was echt heel leuk om te doen. En hoe gaat het met de kinderen op zich? Is er veel aanbod bij de club? Ja, steeds meer. Dus je ziet dat hartstikke goed gaat. Dus zowel met tennis en met padellen, dus alle twee. Ja, een gezellige boel. Maar er kan nog meer bij? Zeker op het mooiste park van Nederland. Dus. De zon schijnt niet altijd zoals nu, maar we zitten wel altijd in een heel groen park. Dat houdt in. De tennisbanen liggen mooi groen in het groen aan het randje van het Biesbos. We zijn de grootste tennis- en padelvereniging van Dordrecht met meer dan 1000 leden. We hebben voldoende banen. We zijn gezellig. We hebben verschillende toernooien, competities, voorjaar, herfst. Winter voor de padellers, volop tennismogelijkheden, voor oud en we hopen ook dadelijk voor jong. Zowel als op de tennis en als de padel hebben we hele hoge categorieën. We hebben bij de tennis de heren enkel 2 met Yannick Lupescu onder andere, die gewoon 0,5 staat op zijn actual rating, dus dat is top van Nederland. Als we kijken naar het padel onderdeel, is ook heel sterk bezet. We hebben de padel A categorie, daar spelen 6 top 25 van Nederland spelers in. Met een aantal hele hoge rankingen. De nummer 5 van Nederland mogen we verwelkomen op ons park. Die staat 0,2. En het eerste geplaatste koppels staan 0,4 en 0,6. Dus dat is... dat is top van Nederland. Kan je trots op zijn, hè? Ja, is heel trots. Wel wat investeren. Goed contact hebben met de jongens. Te vragen of ze mee willen doen. En ze zijn heel erg enthousiast. We hebben een volle lijst. Ja, ging goed. In het begin een beetje moeite. Ging heel gelijk op. Speelde heel rustig de ballen. Op een gegeven moment hadden we door en toen ging het onze kant op. Ja. Wat is nou zo leuk aan padel? Ja, vooral de snelheid. Dus ik heb heel lang getennist, maar vooral je pakt het ook zo snel op als beginner. Dus het maakt niet uit waar je staat te kijken. 9, het hoogste niveau hier. Het zijn altijd leuke rallies, dus dat is echt dat is zo leuk. Het is heel toegankelijk voor iedereen en lekker snel, snelle punten. Het is echt een zomersport, maar je kan het de hele jaar door doen eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Dus ook heel veel binnenbanen in de buurt. Ik moet zeggen, nu het zonnetje is wel lekkerder natuurlijk. Ja. Want als je in Spanje speelt, dat is echt een padelgevoel, om zo maar te zeggen. Dus. Is dat ook een... waar komt het vandaan? Volgens mij komt het uit Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, ja. Mexico volgens mij. Maar van ons komt het denk ik waarschijnlijk uit Spanje dan natuurlijk. Ja. En dan, hoe lang is het nou bekend? 5, 4 jaar?
echt bekend. Ja, je ziet hoeveel mensen er komen kijken, ook op vrijdag en vandaag weer. Ja. Ja, dat maakt het ook steeds leuker en de mensen van voetbal die stappen over naar padel, dus ja, het is echt top is het eigenlijk. Ja. Ik wil niks anders meer.